Nou, ik heb een grote boodschap, groot nieuws voor de onderwereld. Ik ga nog lang niet met pensioen. Nee. Hé, jammer. Nou, Hetty. Hi, welkom. Nou, dankjewel. Ik had het idee van we gaan een stukje rijden, ja, maar dat kon niet. Ja. Vanwege de beveiliging, dus moesten we afspreken op een hele geheime locatie. Ja. Het rijden in een bierootje door Amsterdam is in deze periode een beetje lastig. Ja? Ja. Dat is... Nou, niet voor mij, maar daar worden wat mensen die bij beveiliging betrokken zijn, worden een beetje nerveus. Ja. Dus... Maar dit is ook leuk. Ja? Helemaal coronaproof zie ik. Volgens mij zitten we nu ergens dat als er een atoombom afgaat, dan vinden ze ons nog niet. Klopt dat? Nee, we zijn goed afgeschermd en zo. Ja? Ja, ik vind het wel iets hebben. Ja? Zo, ja, toch? Maar ik ben zelf blij en ik ben ook degene die voor mijn beveiligingen zorgt erg dankbaar. Want op basis van de informatie die ik de afgelopen jaren heb gekregen, is me wel duidelijk geworden... Dat ik hier anders ook niet meer had gezeten als dat was gebeurd. Nee? Nee. Nee, ik denk niet dat er zoveel inspanningen worden verricht om mijn werk veilig te laten doen. Als er niet hele serieuze en ernstige aanwijzingen waren dat er iets zou gaan gebeuren. Ja. Dus in die zin ben ik wel door het over de naald gekomen. Je wordt over 2 jaar 60? Ja. Klets je nou. Wat? Over 3 jaar. Hoe oud ben je nu dan? Ik ben 57. Ja, dus dit jaar word je 58. Ja. 2020. Ja. Dus 2022 word je 60. Nou, dat is toch over 2 jaar? Nou, ik zie het... Je ziet het anders. Ja. Nou, dat is het smokkelen heet dat. Ja. Maar goed. Ga je op je 65e met pensioen? Nou, ik heb nog hartstikke veel plezier in mijn werk. En ik zou het echt een straf vinden om nu te zeggen van... ik stop ermee. Dus ik zou het echt... Nou, trouwens, sowieso moet je tegenwoordig tot je 67e door. Dat klinkt ook zo, maar ik vind het geen straf. Dan een pensioen krijg. En dan krijg je pensioen. En dan krijg ik mijn pensioen en mijn AOW. Ja. En dan? Nou, dan ga ik lekker op een tropisch eiland zitten en dan ga ik eens een paar leuke boeken schrijven, denk ik. Maar dan stop je dus met alles? Dan stop je Dat weet ik niet. Ik vind het echt nog... Ik ben niet iemand die... Zeg maar achter de geraniums gaat zitten. Of dan... Postzegels gaat plakken. Fietstochtjes door Nederland gaan maken. Daar ben ik gewoon diep in die naar. Dus ik denk dat ik altijd wel bezig zal willen blijven. En wat ik zeg, dat is echt een droom van me. Om gewoon het misschien wel iets rustiger aan te doen. Maar dan eens een paar leuke boeken te schrijven. Of mooie boeken over ook wel non-fictie. Dus over misdaaddingen. En ik ben een groot liefhebber van John Grisham, een auteur van legal thrillers. Maar die boeken die verslind ik echt. En om zoiets te maken lijkt me ook leuk. Maar dan gewoon, niet dat ik nou met John Grisham wil vergelijken, maar het lijkt me wel heel leuk om zo'n soort boeken te schrijven. Oké. Hey, en... Hij kijkt een beetje sceptisch zo van... Nee, ja, goed, om je meteen te gaan meten aan een John Grisham vind ik nogal hoog gegrepen. Ik ben fan van die auteur. Vind ik nogal hoog gegrepen. Die man heeft, geloof ik, 60 miljoen boeken verkocht. Ja, dus, nee, daarom zeg ik. Ik vind het nogal hoog gegrepen. Ja, is mijn persoonlijke mening, hè. Zeg maar een fictief misdaadboek of een boek over de advocatenwereld of over de misdaadwereld zou ik ook leuk vinden. Maar goed, dat betekent dat je uit een bepaalde rat race stapt. Tegen die tijd wel, maar ik zie al helemaal voor me als ik nu zou zeggen... Ja, dat ga ik doen, de kop van ik ga met pensioen. Nou, ik heb grote boodschap, groot nieuws voor de onderwereld. Ik ga nog lang niet met pensioen. Nee. Hé, jammer. Ja, jammer. Nee, Ridouan Taghi is nu opgepakt en zit vast. Ja. Dat in ieder geval een bepaalde dreiging bij jou weg zou zijn. Ja, dat kan. Ervan uitgaande dat die dreiging van hem afkomstig was. Of van mensen uit zijn organisatie. Dan is het in ieder geval een goede zaak. Even los van mijn persoonlijke dreiging. Maar ook ten aanzien van het oplossen van moorden en dergelijke. Dat hij vastzit en even niks meer kan. En dat zijn rechterhand in Colombia vastzit.
Maar of dat nou betekent dat de mensen die hij, op wie hij zich richt, daar zou ik er dan een van zijn, maar er zijn misschien ook nog wel andere mensen, of die nou veilig zijn. Want het verhaal over hem is natuurlijk ook bekend dat hij links-rechts met woordopdrachten strooide. En ook al de opdracht niet alleen verstrekte, maar er ook al voor betaalde. Dus je weet dat gewoon helemaal niet. Dus ik vind het wel goed en verstandig dat daar in ieder geval heel goed naar wordt gekeken. Ja. Dat we niet met elkaar denken van, en zand in de ogen laten strooien van, nou, hij zit vast, dus het zal allemaal nu wel loslopen. Maar nu die vast zit, heb je wel het idee van, oké, die slag heb ik gewonnen? Nee, want het zou impliceren dat er iets persoonlijks is tussen ons. En dat is wat mij betreft in ieder geval helemaal niet. Ik heb mijn werk gedaan als misdaadverslaggever. En dat is verslag doen van toch een heel bijzonder onderzoek en een hele bijzondere ontwikkeling in de onderwereld. En dat doe ik nu in oktober, doe ik dat al 30 jaar. En dat is wat ik heb gedaan. En dat hij het als iets persoonlijks ziet misschien, ja, dat is dan aan hem. Maar ik doe gewoon mijn werk. In 2016 is hij in het vizier gekomen van politie en justitie. Ja. Maar hij is natuurlijk al jaren actief. Dus eigenlijk heeft iedereen, inclusief jij, als misdaadverslaggever, liggen slapen. Dat zo kan je het. Een beetje met een lachje. Het is zo dat het. Op de eerste plaats was hij natuurlijk, is hij zelf slim bezig geweest. Door gewoon zelf niet groot in beeld te komen. Door veel van die grote boeven maken natuurlijk de fout. Door meteen in grote auto's te gaan rijden en grote huizen te gaan wonen en met geld te smijten. Daar is hij slimmer in geweest. Op dat vlak is hij uit het zicht van de politie gebleven. Hij heeft natuurlijk zijn organisatie strak geleid. Iedereen wist binnen zijn club wel van, nou, we moeten zijn naam niet noemen, want dan gebeuren er vervelende dingen. Maar ik blijf het verbijsterend vinden dat ik kan me nog heel goed herinneren dat we ergens in 2016, dat was kort, of in de periode dat dat 26 Koper verhaal speelde, dat wij met mensen van het OM spraken en dat ze de naam Taghi, dat ze daar heel vaag over deden. Van ja, we weten eigenlijk ook niet zo goed wat we daar aan moeten. En pas in 2017, toen Nabil B., de kroongetuige, nu een bureau binnenliep van ik wil zijn boekje open doen. Ja, vanaf dat moment is er volle omvang duidelijk geworden wat voor monster er eigenlijk gecreëerd was. Als je ziet hoe momenteel het Openbaar Ministerie klungelt, hè, met die kroongetuigen en al dat soort dingen. Jij bent hier met allerlei beveiligingsexperts om je heen. Is het je dat allemaal waard? Het is me niet waard als er iets zou gebeuren. Kijk, als je ergens met 5 kogels gaat en je lijf in de goot ligt, dan denk ik toch dat je kunt zeggen, nee, dat is het niet waard. Maar het is het me zeker waard om gewoon mijn werk te blijven doen. En als ik nu mijn werk zou neerleggen vanwege een criminele dreiging, nou, dan zou ik toch daar een heel slecht gevoel over hebben. Want dat zou betekenen dat dus diegenen die erachter zitten of daar verantwoordelijk voor zijn, dat die toch hun zin hebben gekregen. Al mijn collega's die hetzelfde doen, een Paul Vugts, een Mick van Wely, een Vico Oling, een Hedy Vos. Jezus, wat praat je veel, man. Echt ongelooflijk. Ik moet knippen, hè, jullie. Ja, godzakken. Nou, houd dan kort op. Nee, maar jij komt een hele anekdotes. Ja, maar je geeft je vrijheid geef je op, zeg maar. Het hoogste goed, je vrijheid geef je op. Ja. Nou, het is mooi dat je dat zegt. Zo zie ik het ten dele, want het natuurlijk heeft een enorme impact op je privacy en op je leven. Maar het is het me waard, ja. Ik zie het maar als een offer. Als een offer die je brengt? Ja. Nou ja, dat heeft ook wel weer iets nobels. En nou, sorry, ik ben echt niet, je hoeft me echt niet als een nobel iemand te. Ik ben niet roomser dan de paus. Ik ben zeker niet roomser dan de paus, maar ik vind wel dat je voor bepaalde principes mag staan. En zeker als je dit vak uitoefent. En dat je niet bij de eerste beste tegenwind je met je benen omhoog moet gaan liggen en je handen omhoog en het beltje bij neer hoeft te gooien. Maar als jij met je werk zou stoppen, hè, stopt dan ook die beveiliging per direct? Ik heb daar geen zin in om me daar überhaupt mee bezig te houden met die vraag. Ik zie het wel. Hm. Ik leef dat er gaat van dag tot dag. Dat is je nieuwe motto. Holleder heeft ooit onthuld. Ja. Dat jij half Marokkaans bent, toch? Ja. Dat was een onthulling, zeg. Nee, maar hoe weet hij dat? Dat wist hij van Bas van Hout. Ik had het jaar daarvoor al eens een keer bij AT5 in een interview verteld. En toen sloeg niemand erop aan en toen riep Holleder het. En toen kreeg ik opeens allemaal belletjes van vrienden, kennissen en
een journalist ervan, is dat waar? Nou ja, het is waar. Is daar iets geheimzinnigs aan? Ik heb het nooit in de grote klok gehangen, maar ik heb het ook nooit verzwegen. Voel je je ook Marokkaan? Nou, niet dat ik, laten we zeggen, iedere dag Marokkaans eet en naar de moskee ga. En... Maar wat is je favoriete Marokkaanse gerecht? Ja, daar moet je te lang over nadenken. Nou, juist. Daar moet je te lang over nadenken. Mijn favoriete Marokkaanse gerecht. Ja, rotti kip? Ik hou van de Marokkaanse keuken. Ja? Maar ik ben een hele... Ik hou van heel veel keukens, dus rotti kip vind ik ook heerlijk. Ja? Ja? Ja. En ik hou van Maar goed, ik wacht nog steeds op de couscous of wat is het? De tagine vind ik lekker. Ja? Ja. Ja. Uit wat voor gezin kom je? Nou, uit een prima gezin. Ik ben opgegroeid in een Eindhovense volkswijk. En nou goed, mijn stiefvader heeft me... Samen met mijn moeder, wel mijn biologische moeder, een prima opvoeding gegeven. We hadden het niet breed. Maar ik heb dan samen met mijn halfbroertje een prima jeugd gehad. Want je hebt nog een halfbroer? Ja. En is die jonger, ouder? Jonger. En heb je daar goed contact mee? Nou, kijk, over familie aangelegenheden, dat doe ik verder geen uitspraak. Waarom niet? Nou, dat als privé beschouw. Ja, want... Ja. Maar heb je daar goed contact mee? Of te weten hoe het heb je daar goed handen, contact mee? Heb je daar geen? Nou, ik heb prima contact met mijn broer. Nou, ik ga daar niks over zeggen. Maar weet je wat ik wel vind? Je bent zo bezig met de waarheidsvinding. Dat kinderen bij hun ouders terug moeten komen. Ja. Maar zelf... heb je helemaal geen behoefte om op zoek te gaan naar je biologische vader. Terwijl dat toch de helft van je identiteit is. Ja, maar ja, als ik die behoefte nou niet voel, dan hoef ik dat toch ook niet te doen. Dan hoef ik toch ook geen verantwoording over af te leggen. Nee, maar je doet dat wel in je werk. Kind terugbrengen bij de vader of de moeder. Ja. Dus daar ben je heel erg bezig met die waarheidsvinding. Ja. Soms op het obsessieve af dat kinderen gewoon... Die moeten dan terug naar moeder of die moeten terug naar... Dat zeg ik niet, bepaal ik niet. Maar dat zijn dan uitspraken volgens, ja, dus van de kinderbescherming of van de rechter. Maar goed, in die zin ben je heel erg bezig van, met kinderen. En dan voor jezelf heb je dat helemaal niet. Terwijl ik denk van dat weet je helemaal niet. Nou, daar vraag ik aan jou. Dus dat vraag ik. Misschien heb ik dat wel. Maar heb ik op dit moment nog niet de behoefte om daadwerkelijk concreet op zoek te gaan. En misschien heb ik dat morgen wel, volgende week of over 10 jaar wel of niet. Dat is niet te delen. Je hebt dat nu al, want hoe oud ben je nu? 57. Je hebt het al 57 jaar niet. Ik heb er gewoon geen behoefte aan. En misschien heeft dat... is dat misschien een beetje uit vrees voor het onbekende of voor het feit dat ik misschien nu niet meer, maar in het verleden ook nog wel een beetje boos ben geweest op dat hij mijn moeder in de steek heeft gelaten. Dat kan allemaal een rol hebben gespeeld, maar ik heb er nu geen behoefte aan om op zoek te gaan. Klaar, dat is toch volgens mij... Ja, het is een privé aangelegenheid. Ja. Maar omdat je als journalist dat voor anderen heel erg op de bres springt... Het toch niet uit te sluiten. Nee, alleen voor jezelf, voor je eigen emoties, ben je daar minder mee bezig, denk ik. Nou, of niet? Dat zei ze ook. Ja, dat klopt. Misschien heb je wel een hele leuke Marokkaanse... Misschien heb je wel een hele leuke Marokkaanse familie ergens in zo'n Berberdorpje zitten. Dat zou kunnen. Je leuke broer of zus, ja. Maar hij heeft ook nooit enige moeite gedaan terwijl hij wist dat mijn moeder in verwachting van hem was om... Wetende dat er dus nog een kind van hem op de wereld rondloopt om mij te vinden. Dus ik voel dat omgekeerd ook niet zo. Nee, maar goed, iemand moet eerst de stap zetten. Ja, nou, ik zal het niet zijn. Nee, nou ja, het is eigen waarheidsvinding. Ja, dat vind ik een goeie. En wie zegt dat ik daar niet mee bezig ben? Zeg je net. Nou ja, misschien in mijn hoofd bedoel ik daar niet mee bezig ben. En concreet heb ik daar nog geen stap in genomen. Nee. Maar ik hoor van jou al dat ik een DNA-onderzoek kan laten doen. Ja, nou, ik ga voor jou een DNA-test regelen. Sta je daar open voor? Nou, laten we dat buiten, zeg maar, buiten de camera's nog eens even goed bespreken. Ik ga erover nadenken. Ja? Is dat een goed antwoord? Kom je er dan op terug? Dan kom ik er bij jou op terug. Ga ik hier weer in het bierrootje zitten?